Onder grote belangstelling krijgt mevrouw Koopman de Pfizer-vaccinatie toegediend. Komt ie hoor. Nou, ik zei niks. Ja, ik vind het wel veilig. Ja, daar kom ik eerlijk vooruit, want je wordt ook je ouder. En je hebt natuurlijk, ik heb nog een man en ik heb nog kinderen, dus dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn, hè? Het vaccineren is een enorme klus voor de medewerkers van Action Continu, want er was veel onduidelijk. In woonzorgcentra wonen mensen die onder medische verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts vallen. Maar er wonen ook mensen die onder hun eigen huisarts vallen en door de eigen arts moesten worden gevaccineerd. Afgelopen vrijdag hebben we gehoord dat het totaal van de verpleeghuizen gevaccineerd zouden kunnen worden. Dus ongeacht welke medische verantwoordelijkheid aan de orde zou zijn. Maar dat kwam voor ons te laat, omdat wij die vaccins al een week daarvoor hebben moeten bestellen. Gelukkig mag er een extra bestelling worden geplaatst en daarnaast kunnen medewerkers waarschijnlijk iets meer vaccinaties uit de flesjes trekken dan waarmee gerekend is. Dat heeft zeker stress veroorzaakt, maar we hebben ook wel een team klaarstaan van mensen die dat echt wel goed kunnen. Voor de bewoners geeft de vaccinatie weer een beetje perspectief, want het afgelopen jaar was niet altijd makkelijk. Daarom raadt mevrouw Koopman iedereen aan om het vaccin te nemen. Want ziek worden is ook niet leuk. En als je erg ziek wordt en op die leeftijd van dik 80, moet je toch een beetje opletten, vind ik.